Dit is een vlieger. En dat is een vierhoek. Wat is een heel speciale vierhoek? Ik heb vandaag de werkvorm cold calling uitgetest bij de eigenschappen van vierhoeken. Binnenkort is er daar een toets van. En ik wil vandaag eens kijken of de leerlingen de leerstof ook echt wel mee hebben. De eerste figuur is deze. Ik trek een naam voor de persoon die zegt welke figuur dat is. Marilou. Cold calling is echt wel de naam trekken of de naam zeggen en dan meteen het antwoord willen horen. En op die manier weten de leerlingen niet welke vraag zij gaan moeten beantwoorden. Alexander, kijk een keer naar de hoeken. Twee zijn scherpe en twee zijn stompen. Ik heb nu wel vandaag bij het uittesten gemerkt dat de leerlingen alerter zijn. Ik denk dat bij die werkvorm dat er niet heel veel meer bijgeleerd wordt omdat ze de leerstof al kennen, maar ik denk dat er weer een attitude gekweekt wordt van we moeten nu opletten, want er wordt een vraag gesteld aan iedereen. Je luistert goed mee, ook als je niet aan de beurt bent. Hè? Tot de naam getrokken werd. En als de naam getrokken werd, zag je ook wel van, oké, ik ben er vanaf. Ik zou misschien kiezen voor een variant van de werkvorm waarbij de namen dan misschien meerdere keren kunnen terugkomen. Dan gaan ze misschien iets meer blijven opletten. Ja, ze moeten kennen voor altijd die eigenschappen. Ik denk dat de cold calling eigenlijk voor heel veel vakken wel iets is dat gebruikt kan worden ter voorbereiding op een toets of eigenlijk zelf als evaluatiemomentje. En niet alleen voor de leerlingen om hen te toetsen, maar ook om als leerkracht te kijken wat ze eigenlijk al kunnen. Maar ze moeten de leerinhoud voldoende gezien hebben. Want als je toetst met leerstof die ze niet bezitten, dan gaan de leerlingen wel stress hebben. En ik denk dat het nooit goed is als ze extra stress krijgen door de werkvorm.